Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Welkom bij een nieuwe Hot Coffee Show. Ja, dit is Tom. Dit is Daniel. Yo. En dit is een show waarin jij een stelling aanlevert en dan gaan wij er vervolgens over praten. En alvast bedankt voor alle reacties op de vorige Hot Coffee Show. Ja. Ook al mag dat, er mag wel wat peper in de reto. Ja, sowieso. Peter heeft echt nog een beetje moeten bedelen voor stellingen. Maar als resultaat kwam er wel een hele mooie stelling binnen. Dank Michael, ons aller M. Heide 21. Sowieso, hij is een held. Dus iedereen mee eens. Maar hij kwam met een fantastische stelling voor deze week. En dat was... Hardwareboeren staren zich dood op LED-verlichting en onnodige gimmicks. En ik denk dat met name de LED-verlichting een dingetje is wat nou wel echt heel erg speelt. Ja, het is natuurlijk heel erg rainbow shit in toetsenborden en zo. Maar in toetsenborden begrijp ik het. In toetsenborden vind ik het prima. Mm-hmm. Maar het viel mij laatst op met die Gamers Netgear van... de MSI Trident was dus echt een console, of een PC-achtige console. Daar zit dan weer een soort van streepje in. Een heel klein pielen dingetje. En dat kon alle kleuren van de regenboog doen. Maar dat zie je dus ook gewoon niet. Nou ja, je ziet het wel, maar ik vind het zo... Waarom? Ja, wat heb je eraan? Kijk, met een toetsenbord snap ik het nog, want dan kun je zeggen van... Oh, maar als mijn ultimate klaar is in Overwatch, dan gaat mijn Q licht geven, weet je wel. Dan denk ik van, oké, daar heb je nog wat aan. Oh, zo. En als je naar je bureau toe loopt, dat er precies jouw kleuren golf op staat, dat is cool. Maar weet je wel, een console of een PC waar dan net één ledje in zit wat alle kleuren van de regenboog kan, zodat ze op de doos kunnen zeggen 16,7 miljoen kleuren. Ja, fuck off. Wat heb je daaraan? Nee, als het voor nuttige doeleinden bestemd is, dan vind ik het wel heel tof inderdaad. Maar anderzijds... Ik heb ook zo'n toetsenbordje thuis liggen. En dat gaat dan standaard rainbow shit heen en weer. Maar ik krijg er bijna epilepsie van. Ik heb geen epilepsie, maar daar word ik helemaal gek van. Maar dan kun je altijd nog zeggen van ik zet het uit. En dat heb ik persoonlijk vind ik deze fantastisch. Want deze is dus daadwerkelijk een soort open haard die je zelf in mag richten. Ja, true. Ik heb van blauw naar rood gedaan. Een soort, ja, kijk, dan denk van... Nee, ik heb hem gewoon zeg maar een beetje flauw witachtig licht gedaan. Zodat je in ieder geval... Wat saai. Ja, maar dat je in ieder geval... Als je dan in het donker zit op een bepaald moment, dat je dan op je toetsenbord toch nog kan zien wat je moet tikken. Ja, een beetje net zoals de backlight verlichting van je laptop. Zeg. Ja, eigenlijk wel. Oké, dan wel. Maar ik denk wat Michael hier vooral bedoelt is natuurlijk dat nou elke hardwarepartij zoiets heeft van... Oké, we brengen wat? Een stoel uit? Oké, stop er ledjes in, want dan kunnen we zelf de doos zetten. 16,8 miljoen kleuren en dat vinden gamers helemaal de shit ofzo. Ik vind bijvoorbeeld lampjes in een PC wel vet. Ik had vroeger... toen ik mijn PC kreeg, had die kerel er gewoon blauwe lampjes in gedaan. Dus aan de achterkant van je PC zie je blauwe LED-lampjes. Dat vind ik, vet. Ook. Kijk, dat hoeft niet per se heel veel nut te hebben. In maar sommige gevallen is het wel esthetisch mooi. Het maar, is inderdaad mooi, maar het wordt op een gegeven moment te veel. Kijk, net als dat bijvoorbeeld een Xbox wel iets van lampjes heeft en dat de PlayStation 4 die streep heeft. Dat vind ik wel hele toffe dingen. Dat is inderdaad prima. Esthetisch heel... Dat geeft ook echt een beetje het merk aan, zo van, oh wauw, ja dat is dat, oh wauw, dat is dat. Maar het is inderdaad een beetje... Maar nu is het wel heel erg gewoon, heel van het goede. Ze lopen ook allemaal elkaar achterna. Ja. En dat merk je ook bijvoorbeeld in de software. We hadden laatst dat Asus toetsenbord, weet je wel, die Claymore. Fucking bizar ding van €240. Fucking toetsenbord van €240. En je ziet gewoon dat die software is gewoon gekopieerd van wat Razer altijd doet. Razer is wel een beetje... De koploper geweest, weet je, Razer heeft dat hele van de chroma verlichting, zoals zij het dan noemen, wel echt groot gemaakt. En nu zie je, weet je wel, Asus komt met Aura. En zo heb je elke partij, elke hardwareboer heeft zijn eigen codenaam voor alle kleuren van de regenboogverlichting. En kijk, ik weet niet of dat zeg maar mijn bias is richting Razer, maar ik gun het Razer wel. Zij hebben het bedacht en ze doen er leuke dingen mee. Ze denken er innovatief over na. Ook kijk bijvoorbeeld dat Project Valerie wat ze nou onthuld hebben. Dat ze dus ook zeg maar je verlichting de hele kamer door willen doen. En dan ook samenwerken met Philips, die ook heel veel met kleurenverlichting doen. Ja, oké. Okay, kijk, zij denken er innovatief over na. En elke andere partij, MSI, Asus, al die units hebben nou gewoon zoiets van... Oh ja, want Razer snapt gamers en het is iets met kleurtjes. Oké, snel, bouw een videokaart met kleurtjes. Bouw een moederbord met kleurtjes. Bouw een PC-console met een lijntje waar dan alle kleuren van de regenboog kunnen. Ik denk van, flikker op. Je bent gewoon achterna aan het lopen. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld wel tof vind, maar dat is gewoon een simpele app. Dat je bijvoorbeeld bij die Philips Ambilight dingen, dat je voor...
Je hebt daar gewoon volgens mij een telefoon-app voor dat je gewoon die shit aan kan zetten. Een living colors bedoel je? Living colors, ja, inderdaad. De Philips Hue is dat. Dat je alle lampen in je maar huis dat, kun je op aansturen. Op zich is dat wel geinig als je bijvoorbeeld een bepaalde game speelt. En, maar dat is precies waar Razer mee bezig is. Als je dan bijvoorbeeld geraakt wordt, dat je dan echt dat je kamer even rood wordt of zo. Ja, dat is dus precies waar Razer en Philips nou over aan het praten zijn. Dat zijn wel toffe dingen. Razer is ook al bezig met een soort van beamer die dus jouw beeldscherm soort van uitbreidt met kleuren. Maar ze zijn dus ook inderdaad in gesprek met Philips om te kijken of ze zeg maar, in jouw hele huis jouw game zeg maar, uit je beeldscherm kunnen hevelen. Ja. Maar kijk, dan heb je het over LED-verlichting die wel een beetje innovatief probeert te zijn. Of iets meer probeert te doen. Maar dat het, in plaats van we maken een product, precies, het is voor de gamer, er moet een LED-je in. Ja, want precies. Schijnbaar moet dat. Ik weet niet, het is een beetje de vlees geworden cliché of zo voor gameproducten nou. Nee, maar het wordt inderdaad overal maar ingegooid en zonder enig enkel nut of zo. Kijk, wat je bijvoorbeeld bij de PlayStation 4 versie van GTA 5 had. Als je daar politie achter je aan krijgt, zie je het lampje, zie je blauw-rood. Dat is wel leuk knipperen. Gedaan. Dat is leuk gedaan, maar als je dat bijvoorbeeld ook inderdaad bij, weet ik veel, dat je van die lampen op je PC aan kan sluiten. En dat dan inderdaad, als je in GTA 5 op de PC wordt achterna gezeten door politie, dat je echt zo... Ik denk dat je daar wel, in ieder geval voor je toetsenbord en zo, heb je daar wel mods voor. Waarschijnlijk want wel, je ziet het bij Razer al, dat ze die samenwerking hebben met Blizzard. Dus dat alles in Overwatch wordt doorgevoerd op jouw toetsenbord. Dus jij ziet een explosie zie jij over jouw toetsenbord gaan als je die triggert. Dat is leuk bedacht, weet je wel. Maar ik weet niet, dat wil niet zeggen dat elke hardwareboer nu blind op die ledjes moet stappen. Want waarschijnlijk is het echt zo'n trend van een aantal jaar en dan is het weer weg. Nou ja, ik zag het. Ik heb toen ook op YouTube bij de MSI Trident had ik een polletje gedaan. Vroeg ik van, welke kleur zou jij hem instellen? En dan zie je toch dat op YouTube bijna iedereen zegt van, ja, alle kleuren van de regenboog. Dus waarschijnlijk hebben die hardwarepartijen ook gelijk. Maar ik vind het, de ene keer denk je van, classy. En de andere keer denk je, fucking tacky, hou op, weet je wel. Ja, maar ik denk dat... De Xbox heeft ook niet alle kleuren van de regenboog. Nee, maar het wordt waarschijnlijk toch wel zo'n trend die op een gegeven moment weer gaat verschuiven. Want vroeger... je hebt een tijd gehad dat echt opeens de PC-kasten inkwamen. Dat je echt zo'n ruitje moest hebben, weet je wel. Heb ik nog steeds. Het is niet helemaal weg. Of misschien is het nu weer terug of zo. Maar het is nooit weggegaan. Nee, maar het zijn wel eens van die trends die je voorbij ziet komen. Je moet echt zo'n kast hebben. Ja. Soms zie je weer wat iets meer minimalistische kasten terugkomen. Terwijl ook guilty. Precies, nee, maar dat vind ik vet. Op een gegeven moment als je echt van die sikke... vormen van kasten zo, het moest allemaal zo exorbitant en extreem en extraordinair mogelijk, weet je wel. Nieuwe prototype van Asus ROG. Ze hebben een kast gemaakt die letterlijk eruit ziet als een soort mech-draak die zijn mond open houdt, klaar om een soort van death ray te spuiten. Dat ik denk van, wow, calm the fuck down. Kijk, af en toe zie je inderdaad wel een beetje van die trends dat wel tevoorschijn komt. Misschien is dat met de ledjes ook wel, ja. Ja, goed, dat zal... En ledjes zijn niet de enige trend die een beetje overbodig zijn. Denk maar aan de app. De app voor je muis, de app voor je toetsenbord, alles. De app voor je beeldscherm. Dat zijn natuurlijk een beetje de soort van driver shit waarbij je kan... Ja, kan maar goed, je zit al aan je toetsenbord en aan je muis. Dus je kunt ze al aanpassen. Waarom zou je dan je onderweg, als je dan in de trein of in de bus zit, kun je vast shit instellen. Als je thuis komt, denk je, wow! Wat? Maar mensen willen tegenwoordig, of mensen... Er komen tegenwoordig voor alles ook apps. Dus dat is logisch. Het is ook weer zo'n nutteloze... Een hele andere stelling. Maar hij zei overbodige gimmicks of onnodige gimmicks. Ik vind de apps daar ook wel op tussen vallen. In heel veel gevallen, ook niet in alle gevallen. Hetzelfde met de ledjes. Heel tacky, in sommige gevallen niet. Nee, denk een beetje conclusie als het nuttig is. En in games werkt bijvoorbeeld, is het heel vet. Maar is het lukraak gewoon als kleurtjes over erin dat is smijten. Het. Dat is het. Als er over nagedacht is, leuk. Precies. Als ze gewoon zoiets hebben van, we moeten mee met de trend. Fuck jou, doe het dan niet, weet je wel. Dan ga gewoon op zoek naar je eigen ding. Ja. Dus goed, bij deze. Ja. Maar als je eigen ding niet doet, verkoopt het waarschijnlijk niet. Nee. Dus je moet mee met de trend. Fuck! Marketing 101. Commercieel is zo kut. Zo fucking hipster. Vind je commercie ook kut? Dan praise the corporate overlords. Geef dan een donatie op Twitch van Gamer. Nee, reageer vooral op de stelling van deze week. We zijn benieuwd naar wat jij denkt over ledjes in toetsenborden. Zijn ze nuttig, zijn ze niet nuttig? Zou je ze willen, wil je ze niet? Laat het ons weten. En natuurlijk, we zoeken weer een stelling voor volgende week. Geen idee wie hier dan zit. Maar, drop absoluut een nieuwe stelling, want we hebben ze nodig. Zonder jullie bestaat de Hot Coffee Show niet. En zonder jullie bestaat Gamersnet niet. Wow, we houden van jullie. Daar komt het op neer. Dus drop het. Dus tot snel. Drop it like it's hot. Drop the mic.